Jeroen bezoekt in Den Bosch een showroom met het nieuwste design voor sanitair en accessoires. Hier zie je een traditionele opbouw van een losse wastafel met een onderbouw. Maar we hebben ook iets heel speciaals waar die twee geïntegreerd zijn in één. Zoals je weet heeft een keramisch product wordt gebakken, heeft toleranties. Dit product heeft nul toleranties en daardoor sluit hij perfect aan op het meubel. Super strak, ja. Ik vind het oog meteen een stuk moderner. Ja. Ja, Jeroen, hier staan we bij de Happy Day 2 Plus Sibonded. En zoals je kunt zien, loopt de kleur van het meubel hier aan de buitenkant van de wastafel door. Ja, want ik vond die vorige al modern, maar deze oog nog strakker. Ja, het krijgt één grote strakke lijn in kleur. En het leuke hiervan is dat de kleur ook anti-fingerprint heeft. Dus als je hem open of dicht doet, zie je geen strepen van je vingers. Als je naar de hoge kasten kijkt die we erbij kunnen leveren, is dat de kast ook in de ronde vorm meeloopt en heel veel opbergruimte heeft aan de binnenkant. Hier heb je weer iets totaal anders. Ja, maar ik zie wel dezelfde wasbak, diezelfde moderne eigenschappen, maar echt een compleet ander meubel eronder. Het voelt ook een beetje retro-achtig. Ja, dat is het misschien ook wel. Je ziet hier een mat zwart onderstel, wat ook leverbaar is in het chroom. En dat geeft een totaal ander beeld. Maar ook dat zitje ernaast vind ik heel handig in de badkamer. Dan kun je op zijn zitten om je schoenen aan te doen of je sokken aan te doen. En daardoor krijg je een multifunctionele badkamer. En die accessoires aan de muur, is dat ook onderdeel van de hele lijn? Ja, dat zijn de Stark T-accessoires. Met alles wat je me vandaag hebt laten zien, samen met jullie hele badkamerconcept, geeft ons wel echt de mogelijkheid om ook van de badkamer een echte sfeervolle ruimte te maken.